Welkom bij de Grote Examenshow. Alsjeblieft! Oh, liefde. Dat wil ik ook. Trek die schoenen uit, laat die enkels zien. Oh, kijk eens. Oh, zo! Ik wou buiten wou tekenen, ik wou binnen tekenen, ik kwam naar boven wil tekenen. Je weet toch wat verboden is? Wees terug. Nee, niks ervan. Ik ben er helemaal klaar mee. Wegwezen. Wat voor jongen denk ik dat hij is? Bas, de stoerder wil overkomen dan hij eigenlijk is. Ik denk dat ze wel goed van met hem om kan gaan. Eigenwijs. Hoe oud denk je dat deze persoon is? 28 of 27. Ik heb heel veel vrienden. 17. Ja, de 25. Hoe oud denk je dat zij is? Ik denk dat zij 17 is. Denkt u dat hij wel eens met de politie te maken heeft gehad? Ja, natuurlijk. Ik zou een andere taal zou spreken. Wat voor een taal denkt u dat ze spreekt? Arabisch. Denkt u dat ze veel drinkt? Oh, ik weet niet. Dat het een beetje een face-based is die veel bier drinkt ofzo? Of iemand die juist niet zoveel drinkt? Als het een Hollander is, drinkt hij veel bier. Ik denk. Wat voor opleiding doet hij, denkt u? Jeetje, dat is moeilijk te zien aan de buitenkant. Zo te zien is het geen tandarts. Als u dit moet denken aan een opleiding, wat voor een opleiding zou u denken dat hij dan doet? Communicatie. Je hebt er geen stem bij, je hebt er geen even denken hoor. Denk je dat hij zo'n jonge vriendin heeft? Ja, wow, dat is wel heel lastig in te schatten zeg. Is hij ook al een vriendin of? Nee, daar is je vel zijn eigen gereid voor. Lief meisje, rustig, bedeesd, bescheiden. Lekkere vooroordelen dit. Wat voor opleiding denk je dat ze doet? Ze heeft echt gezicht van een beauty vlogger. Nou, ik denk dat wanneer zij naar een feestje gaat, dat ze wel face-based is. Denkt u dat hij slaagt? Weet je, ik denk helemaal niet dat hij examen gedaan heeft. Hij gaat slagen. Heeft deze jongen een vriendin? Ja, jammer, ik ben te oud.